Ja, dames en heren, we zijn op dit moment hier eigenlijk aan de oevers van de Maas, maar dan tussen Steen en de Maasband in. En ja, we weten het verhaal wat hier gaat gebeuren. De Maasband wordt een eiland, zo wordt het al genoemd. Nou, dat is allemaal gaat een beetje vuil gezocht. Maar er komt in ieder geval een behoorlijke nevengeul. En die nevengeul, daar is al een viaduct voor gemaakt. En daar hebben we eigenlijk de laatste keer met afgesloten. Toen wordt dat viaduct, dat wordt klaar. En weer zei je toen van ja, steekt dat midden in de wei. En er gebeurt verder niks. Nou, vanaf augustus is men begonnen met heel andere activiteiten. En degene die hier al eens een keer is komen kijken, die heeft zich al eens achter zijn oren gekregen. Van jongen, wat doen ze allemaal tegelijk? De geluiden die het gewerkt, die horen erbij. Want dat zijn de vrachtwagens die op dit moment hier allemaal langskomen. En hier heel wat ritjes per dag gaan plegen. Er wordt gegraven. Er wordt gegraven aan de geul. Er wordt een dijk gemaakt. Er werden dijken gemaakt. Er moeten wegen aangelegd worden. Enzovoorts, enzovoorts. Ik kan niet proberen dat genoeg te leggen. Maar ik heb er ook te weinig verstand van. Degene die dat vuil beter werd, is François Verhoeven. Die hier als een van de grote mannen kan bepalen wat hier gebeurt en wat hier niet gebeurt. In ieder geval, Jacques Noorland en Pietou, we wensen u veel plezier. Even terug in de tijd, François. In welke functies ben jij hier? Ik ben hier in de functie van projectleider voor het consortium Grensmaas. Ja, en dan heb je daar een uitvoerder bij en met z'n tweeën bepalen jullie de lijnen zoals dat hier moet. Nou, met wat meer mensen. Dus de uitvoerder die is hier lokaal bezig op het werk. En vanuit het kantoor sturen wij de uitvoering aan met een aantal mensen. Ja. Dus we hebben ook nog een werkvoorbereider. En we zijn bezig met de kaders. Er is ook nog een ingenieursbureau die ons meehelpt. Dus ik hoef het niet alleen te doen. Nee, we zullen ze maar niet allemaal gaan opnoemen. De laatste keer dat we hier waren, even voor de mensen die dat toen nog gezien hebben. Toen hadden we eigenlijk als insteek, er staat een brug in het veld. En ja, je hebt toen uitgelegd waarom dat eerst die brug gelegd is. En van ja, dat is zoveel meer werk en het graven, dat kunnen we altijd nog. Nou, graven is begonnen, kun je wel zeggen. Het graven is begonnen, ja. 29 augustus zijn we begonnen met het grondwerk. We zien het hier achter ons. We zijn begonnen met de nevengeul. De brug, zoals gezegd, daar zijn we wat eerder mee gestart. Dat is een complex werk. En het graven, dat is onze core business. We doen eigenlijk niks anders. Dus we zijn begonnen. We zijn nu een werkweg aan het bouwen richting Urmond. En vanaf Urmond gaan wij langzaam af de grond naar de groeven in Meers brengen. Dat is de Dekgrondbergen bij Lorti. En vanaf Over een week of drie beginnen we ook met de afvoer van het grind. Daar hebben we een aparte werkweg voor aangelegd door het terrein naar het Julianakanaal. Daar hebben we een laadpunt liggen. En vanaf daar wordt dan het grind in vrachtwagens getransporteerd, in een schip gekiept en per schip afgevoerd naar Trierveld, waar onze verwerkingsinstallaties liggen. Ja. Dat grind, dat heeft niet alleen de functie van ja, je haalt het grind weg, maar het zorgt ook voor de financiën. Het grind is de financiële motor van het Grensmaasproject. Dus de hele rivierverruiming, zoals deze nevengeul, ook de bouw van de brug, wordt allemaal betaald met de opbrengst en de verkoop van zand en grind. Ja. Nu zijn jullie een poosje bezig. Je zegt van einde augustus problemen tegengekomen. Nee, geen noemenswaardige problemen. Kleine problemen in de uitvoering qua maatvoering. Waar moeten de piketjes neerzetten? Waar staat een boom? Er zijn wat afspraken over gemaakt. Met bijvoorbeeld een boom die geplant is, die moet dan weg. Dan moet je even afstemmen. Maar geen noemenswaardige problemen die wij op dit moment tegenkomen. Nee. Nu zijn jullie hier met heel wat mensen aan de gang. Ik zie van die hele grote vrachtwagens rijden. Hoeveel rijden er ongeveer rond? Op dit moment zijn er, ik heb net even gevraagd, 18. En per stuk laden ze ongeveer een 22, 23 kuub. Ja. Dus die rijden hier de hele dag rond.
Kijk, dat is een heel aantal wat dus vervoerd wordt zo op één dag. Daar zijn ze al een poosje mee bezig. Ze gaan nog een poosje door. Wanneer schat je dat het ongeveer zover is? Als alles goed verloopt en het weer blijft zo zacht zoals het nu is, dus geen echt extreem hoogwaters, dan verwacht ik dat wij rond de zomer 2024 klaar zijn. Maar een beetje marge eind 2024. Ja, en dan heb je ervoor klaar zijn. Dan zitten ook de op- en afritten van de brug bij. Dan hebben de op- en afritten klaar. Dan zijn de dijken klaar. Dan hebben de nevengeul compleet klaar. En ik denk, die schat in de brug, die zal halverwege volgend jaar 2023 operationeel zijn. Dan liggen de wegen er. En dan kunnen we ook hier verder het terrein ontgraven. Want de huidige weg, Maasbanderkerkweg, ja, is de enige toegangsweg nog. Die zal straks ook ontgraven moeten worden. Ja. En dan zitten we ongeveer halverwege de nevengeul. Dus een beetje in de planning. Brug klaar, juli volgend jaar. Verkeer eroverheen. Bestaande weg weggraven. Ja, en dat betekent ook voor de automobilisten, et cetera, de brug gebruiken. Fietsers, hebben die straks nog andere mogelijkheden? Nee, dezelfde route als de auto's. Er is maar één ingang en uitgang naar Maasband. En dat is de Hoogwaterbrug. Ja. Op dit moment hadden we ook eigenlijk alleen de Maasbanderkerkweg. En hier de weg over de dijk en de rest waren ook veldwegen. Maar in de toekomst op de dijken komen wel nieuwe fietspaden terug. Maar ja, voor het autoverkeer één ingang en uitgang via de Maasbanderkerkweg. Het nieuwe tracé dan. Ja. Nou hoor ik wel eens in de wandelgangen natuurlijk roepen van ja, en er wordt Maasband straks een eiland, dan kan je alleen nog maar over die brug heen enzovoorts. Maar het is niet de bedoeling dat de geul constant onder water staat. Nee, die geul die zal meestromen vanaf een 220-200 kuub afvoer bij Borgharen. En de inschatting is dat dat een maand of in de winterperiode een aantal dagen, zeg het totaal 2-3 maanden zal zijn, dat die geul, dat er water in staat en dat die echt watervoerend is. Ja, dan moet er echt wel een 200 kuub door de Maas heen komen. Ja, en in de periode dat die droog staat, staat er vee in of wordt het gewoon natuurgebied? In de periode dat die droog staat, dan loopt er vee rond. Het hoort bij het natuurgebied hier vanaf Meers tot en met Nattenhoven. Een aangesloten begrazingsgebied in de zomermaanden en de droge periodes, dan loopt het vee er rond. Kun je grazen. In die periodes kun je ook vast wel door de geul heen lopen. We zullen ook op één locatie wat markeren waar een oude weg lag. Dat hebben we ook afgesproken met de omgeving. Dus er zijn best wel opties om daar gebruik van te maken. Ja, het kan in ieder geval een mooi wandel- en fietsgebied worden. Blijft het toch even goed? Dat zal het zeker worden. Ja. Als ik kijk naar alle andere locaties, ook iets meer in het noorden en het zuiden, waar alle fietsverbindingen liggen en onderdeel zijn van Rivierpark Maasvallei, dan wordt dat een druk bezochte fietsroute. Ja. Daar kunnen de mensen in feite al een beetje gaan kijken, hè? Meer richting Stevensweert aan die kant. Stevensweert, maar ook richting Rooster bij Eerlijkhoven, ja, Visserweert, maar ook bij Borgharen en Itteren liggen de fietspaden eigenlijk allemaal klaar. Ja. En dan kan men in ieder geval al zien hoe het een beetje gaat uitzien. Nou, oké. We moeten dus nog een paar maandjes geduld hebben. Dan is het allemaal zover en dan is het project afgesloten. Nog een paar maanden, eind 2024. Dus ja, dat duurt nog wel eventjes. Ik was al optimistisch. Maar dan is het hier inderdaad klaar. Dan moeten we misschien nog wat opruimen. Maar dan is het hier vanaf het zuiden, vanaf Bosserveld tot en met Grevenbicht. Is het grensmaaspect klaar en zijn we alleen nog bezig bij Trierveld en Koeweide. Maar voor die tijd zijn we zeker nog wel eens hier geweest. En jullie zijn welkom. Dat doen we. Dank je wel. Okay.